Op pad is op fabrieksbezoek bij rugzakkenproducent Osprey in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh is niet de hoofdstad van Vietnam, dat is Hanoi, maar wel de grootste stad in het zuiden van Vietnam. Het merk Osprey begint in 1974 in een garagebox in de Verenigde Staten van Amerika en is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende rugzakkenproducent wereldwijd. Maar hoe maken ze die rugzakken eigenlijk? Het rugzakkenmerk Osprey heeft niet alleen een designafdeling in Amerika, maar ook in Vietnam, waar de rugzakken gemaakt worden. Quinn is hier hoofddesign. Nadat alle schetsen in Amerika zijn goedgekeurd, wordt het ontwerp driedimensionaal in karton en plakband uitgevoerd. Zo kan er gedetailleerd worden bekeken waar er nog verbeteringen nodig zijn. Soms wordt zo'n kartonnen ontwerp wel tientallen keren uit elkaar gehaald en ietsjes anders weer in elkaar gezet. Nadat de rugzak van karton is goedgekeurd, wordt het ontwerp weer platgemaakt. De afmetingen worden gedigitaliseerd. Met flink passen en meten worden zoveel mogelijk stukken stof voor zoveel mogelijk rugzakken uit één rol stof gehaald. Een klein team maakt de rugzak nu zoals hij is ontworpen. Hiervoor worden exact de materialen gebruikt zoals bedacht in het ontwerp. Zo ontstaat het eerste prototype van de rugzak. Met dit prototype wordt gecontroleerd of alles wat op papier bedacht is, in werkelijkheid ook echt werkt. Als het prototype definitief is goedgekeurd, kan de rugzak in productie in één van de vier fabrieken waar rugzakken van Osprey worden gemaakt. Vanuit het designcenter zijn alle benodigde stukken stof, gespen, ritsen en andere materialen dan al besteld. En die materialen vind je natuurlijk terug in het magazijn van de fabriek. In de fabriek blijkt dat de rugzak maken deels machinewerk is, maar toch vooral mensenwerk. De productie van een rugzak begint met het plotten van het snijpatroon. Dat snijpatroon wordt gebruikt om grote stapels stof in één keer op maat te zagen. Na het zagen worden met krijt de merktekens aangebracht voor de naaisters. En die toveren het stuk stof dan met de naaimachine om tot, in dit geval, een schouderband. Behendige handen zetten ook de ritsen in de rugzak, maar niet alles wordt gestikt. Sommige onderdelen worden met hitte aan elkaar versmolten. Er zijn materialen die niet gezaagd kunnen worden en daarom hebben ze bij Osprey verschillende stansmachines en zelfs een lasersnijder. Maar de ultieme machine is toch wel de borduurmachine, die in mum van tijd het Osprey-logo foutloos op de rugzak naait. En al die onderdelen bij elkaar worden dan door rijen werknemers tot een kant-en-klare rugzak gemaakt. Tot slot volgt nog een laatste kwaliteitscontrole door een team van Osprey, die de rugzakken steeksproefsgewijs controleert. En dan kan de rugzak naar de consument. En terug bij de designafdeling is hoofddesigner Quinn alweer druk bezig met zijn volgende ontwerp.